We zijn ondertussen nu een paar dagen na de wedstrijd tegen Lokeren. Alles is misschien een beetje gezakt. Hoe kijk jij nu terug naar deze wedstrijd? Gezakt is een groot woord. Hè? Een derby en zeker Beveren, SK Beveren tegen Lokeren ligt gevoelig. Dat was tien jaar geleden al zo, toen ik hier coach was. Dat is nu zo. En uiteindelijk wordt er verwacht dat je die wint, hè? zeker in de situatie zoals het nu stond. Um dus ja, gezakt is een groot woord. Ik denk dat iedereen uh, teleurgesteld nog altijd ontgoocheld is. Bij mij zit het ook nog steeds uh, in mijn uh, lijf, om het zo te zeggen. Dus uh, Ja, die is wel, die is wel aangekomen, hè, omdat je een wedstrijd speelt. En, en zeker als, als ex-coach, ex-voetballer, je, je hebt 4-75% balbezit. Uh, op zich spelen we niet slecht tot aan de, ik noem dat de final third. En daar, waren we niet scherp genoeg, niet creatief genoeg om het blok van uh, Lokeren te ontmantelen? En in voetbal heb je dan altijd uh, die 1-2 momenten waar uh, een tegenstander over de middenlijn komt en dan via een spelervatting uh, scoort. Uh, ja, pijnlijk. Uh, en je zag ook dat er heel veel emotie was uh, na de wedstrijd, ook bij supporters, begrijpelijk ook bij spelers. Uh, ja, dat zijn de wetten van het voetbal. Uh, hadden we zelf meer kunnen doen? Ja, misschien wel. Uh, misschien nog scherper, whatever. Maar in, in de week, denk ik, is er wel goed getraind. Het belang van de derby is uh, meermaals onderstreept. Denk ik denk dat iedereen er uh, op zich mentaal en, en, en fysiek wel klaar voor was. Alleen, ja, het resultaat was niet wat we gehoopt hadden. En, uh, ja, dan is dat pijnlijk. En, en dat is niet op een paar dagen weg. Uh, dat zal nog wel een paar dagen, denk ik, uh, bij iedereen uh, nazinden. Was de Nederlaag volgens jou te wijten aan een gebrek aan inzet, aan het niet uh, nat maken van het shirt, zoals dat gezegd wordt? Dat denk ik niet, maar dan praat ik puur als uh, uh, coach. Uh, ik denk dat iedereen wel alles aan gedaan heeft, uh, in die mate dat we ja, de wedstrijd volledig domineren. Loken heeft natuurlijk met een dubbele muur uh, komen spelen, wat ook een goed recht is, want zij. Uh, hadden op dat moment twee punten, dus uh, zij uh, laten het initiatief bij ons. En het enige is uh, dat we waarschijnlijk niet geduldig waren en, en, en uh, niet uh, creatief genoeg om dat blok te ontmantelen. We hebben eerst zelf een aantal momenten waar we eventueel 1-0 kunnen maken, maar vooral na de 0-1 uh, ja, waren we niet, niet geduldig genoeg en, en niet. Uh, uh, ja, zelf zeker genoeg om die wedstrijd nog te doen kantelen. Uh, maar ik denk niet dat er één speler op het veld heeft gestaan die moedwillig uh, minder gelopen of minder gevochten heeft. Alleen als je dan terugkijkt naar het begin van het seizoen, daar scoren we wel op de juiste momenten. Waardoor er geloof is en waardoor je uh, ja, elke meter uh, voor elkaar vecht. Nu was de wedstrijd waarin dat moeilijker was, omdat we ja, bijna constant de bal hadden, dus in de duels uh, zijn we weinig gekomen. Nogmaals, ik denk dat het vooral lag scherp in onze, of in de 16 meter van de tegenstander waar we ja, niet daadkrachtig genoeg waren. Nogmaals, dat is nu helemaal voetbal en ik snap dat een supporter kijkt naar het resultaat, wat ook logisch is. En zeker een derby zes jaar geleden, die komt aan, dat zag je ook na de wedstrijd, dat er heel veel emotie zat bij alles en iedereen. Terecht is ook niet, niet goed te praten, want een derby wil je gewoon altijd winnen, iedereen die met SK Beveren begaan is. Dus, dan is hij op pijnlijk dat je dat niet doet. Goed, uh, laten we het nu even breder trekken. Laten we even terugblikken op de eerste speeldagen tot nu toe. Uh, mensen merken vooral op dat er verjongd werd. Dat er niet gekozen wordt momenteel voor Everton, voor Bateau, voor Filipovic. Uh, kan je dat nog eens even kaderen voor ons? Ik vind het sowieso moeilijk over het sportieve te praten, want dat is de coach en de technische staf. Ik heb wel links en rechts gehoord dat het eventueel een financiële keuze zou zijn. Dat is het niet. Het is een sportieve keuze. Nogmaals, sportieve keuzes ga ik niet toelichten. We hebben inderdaad in het begin een plan opgesteld en gezegd van oké, okay, we gaan de cultuur omgooien, we gaan verjongen, we gaan op iets langere termijn denken. Die keuzes... Waar de coach een keuze maakt, of hij nu wel met Bateau, Everton of Filipovic speelt, dat hij, daar moet hij keuzes in maken. Uh, ik denk ook dat de eerste wedstrijden, Jonkies, het uh, ook goed hebben gedaan. Okay, nu uh, als het wat minder gaat en vooral je krijgt twee tikken op uh, de kin, je verliest twee wedstrijden, ja, dan wordt alles in vraag gesteld, komt de kritiek, wat ook logisch is. Nogmaals, uh, dat zijn keuzes die de technische staf moet maken. Uh, of ze eventueel gaan gebruik maken van die jongens. Daar heb ik geen inspraak in. Langs de like andere kant, ja, als je een verhaal ingaat en een plan, en zeker na een derby, heeft niemand nood aan een plan. Ik loop al lang genoeg mee in het voetbal. Een supporter wil vandaag gewoon die derby, wil gewoon zaterdag die derby winnen en het plan komt achteraf. Hetgeen dat we wel niet mogen doen is, we zijn met een omslag begonnen hier. En dat is een verhaal op... Iets langere termijn. Dat uh, is ook besproken met de investeerders. Uh, ja, zij waren niet meer uh, in staat, misschien wel in staat, maar niet meer uh, willens om elk jaar zoveel uh, uh, miljoenen bij te passen. Dus zij wel op een andere manier te werk moeten gaan, uh, budgetair gericht en met name met oog voor de jeugd. Ik denk dat dat plan op zich uh, zeker in het begin van het seizoen uh, goed uitpakte. Uh, natuurlijk haal je nu, uh, eh, verlies je nu twee keer tegen Club Next en, 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 en tegen Lokeren. Wat we nu vooral niet moeten doen is het kind met het badwater weg gaan gooien en alles overboord gaan gooien. Want we willen ergens naar een doel uh, via een plan en nu dat je twee tikken op de kind krijgt vind ik niet dat je alles overboord moet gooien. Moet je altijd uh, evalueren en her-evalueren, absoluut, maar ik vind wel dat we uh, nog altijd moeten inzetten op de jeugd. En, op langere termijn planmatig uh, uiteindelijk uh, richting een doel gaan. Hè, dat als je ooit eventueel gaat meedoen voor promotie, korte termijn, lange of middellange termijn, dat weten we niet. Dat je wel een plan hebt, want anders uh, ja, wordt het een yo-yo-effect en daar wordt niemand beter. Je hebt nu het net gehad over het plan op lange termijn, maar laten we nu eens even kijken naar de komende weken. Hoe sta je daar tegenover? Ja, je voelt wel he, na, na, na die twee tikken dat er, dat er, wel, wat, uh, dat er wel wat twijfel is dat, is. dat is ook logisch. He. Je werkt met, met een jonge groep, je werkt met, met een jonge coach. Uh, het belangrijkste nu wat we moeten doen is één als team samenkruipen. En dat is nu wat we de komende dagen en richting volgende week uh, moeten gaan doen. Maar langs de andere kant ook de supporters. Oké, okay, motie mag en ik snap dat je teleurgesteld bent en dat je ontgoocheld bent. Maar uiteindelijk ja, moeten wij wel zorgen dat we bij elkaar kruipen. Want we kunnen niet zonder elkaar. Het publiek is emotioneel bij een nederlaag. Maar het kan ook heel euforisch zijn en heel ondersteunend werken hè, als het goed gaat. Dus dat is ook mijn vraag naar de supporters. Van, ja, we moeten wel bij elkaar blijven. Dat is ook de reden waarom ik hier zit. En niet spelers. Geen technische staf. Omdat ik ook vind dat ik daarover moet communiceren. En dat iedereen zich nu kan focussen op. Wat er op het veld moet gebeuren. En ik hoop wel dat de sporters hun, uh, hun rol uh, daarin gaan spelen. Um, en ik denk het plan dat er nu ligt met de investeerders is ook duurzamer dan uh, elk jaar bij te passen. He, je ziet wat er allemaal gebeurd is met Oostende, Denzen nu in uh, slechte papieren. Dus dat is ook de afspraak met de investeerders. We moeten op lange termijn duurzamer werken. En ja, oké, okay, dan uh, zal je iets spaarzamer moeten omgaan met uh, centen. Zo we creatiever moeten zijn. Dat is ook wat we nu nog steeds doen. Misschien op korte termijn of op, voor de nieuwe window: dat we in de posities waar het eventueel nog kwalitatief kan versterkt worden, dat we daar ook naar op zoek gaan. Nogmaals, we hebben nu twee tikken gekregen, maar we zijn bezig met een plan. En ja, daar, dat moeten we nu ook niet weggooien. Want ik. Ik ben er wel van overtuigd met iedereen en samen dat we dan uiteindelijk wel de juiste weg eh, ingeslagen zijn. Je hebt het er daarnet al eens over gehad, over de supporters. Maar kan je nog eens een keer herhalen hoe belangrijk die volgens jou zijn in dit hele verhaal? Ja, ik, eh, ik kan dat niet, niet genoeg benadrukken. Hè, hoe emotioneel het eh, zaterdag was. Eh, ja, zo positief kan het ook zijn als het, als het eh, goed gaat. Hè. We hebben ook op Supportersavond eh, een tijdje geleden onze plannen uitgelegd. En je zegt van oké, okay, we willen op deze manier werken met de jeugd en op langere termijn. Supporters zeiden ook van we zijn mee in het verhaal. Tuurlijk, na een derby, als je die verliest, dan heeft niemand iets aan een plan. Dat besef ik en daar moeten we ons ook niet achter verschuilen. Maar ik vraag wel dat ze na de emotie en na de verloren derby, dat we wel terug samenkruipen en dat we wel terug naar de toekomst kijken. Want uh, dat heb ik ook tegen de coach gezegd. Dat, is ook, dat voel ik ook als ik met spelers praat, potentiële nieuwe spelers. als Zij vinden Bever een mooi project, traditieclub met een geweldige achterban. Laat ons dat alsjeblieft ook zo houden, want daar kunnen we spelers ook mee overtuigen om naar Bever te komen.